We zijn al een aantal maanden bezig met de voorbereiding van het EK. En zaterdag gaat de start aan plaatsvingen voor Nederland. En je zou het misschien niet 1, 2, 3 geluiden, maar zelfs Romeo Sommers, trendwatcher van Intratuin, is helemaal into de oranje sfeer. Ja, hè? Ja. Wat heb jij met voetbal? Nou ja, ik heb niet zozeer met de gewone competitie wat. Maar ik vind als Nederland speelt, vind ik het toch altijd wel weer... dat heeft iets extra's. Dus jij zit elke wedstrijd voor de buis? Als Nederland speelt wel, ja. En wat denk je? Ik hoop het. Gaan ze het goed doen? Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik hoop het. Wat denk jij? Nou, ik heb heel veel vertrouwen in Bert van Marwijk dat hij dat wel allemaal goed kan regelen. Ja. Ja. 1 juli hebben we een feestje, toch? Nou, daar gaan we gewoon vanuit. Maar ik had niet meteen die link gelegd met allemaal mooie bloemen, potten en planten. Nou, ik in eerste instantie ook niet meteen. Maar ik ben nou in mei weer naar de Chelsea Flower Show geweest. Dat is de grote bloemenbeurs van de wereld. En wat mij daar opviel... En heel onbewust was dat de oranje, de geel en de bronstinten heel erg populair waren daar. Het was echt een nieuwe trend in de tuinen. En toen had ik zoiets van, we moeten gewoon iets gaan doen met die bloemen. Want ik zie overal vlaggetjes hangen en leeuwtjes en weet ik veel wat. Maar met planten, dat doen we zo weinig. Ja, dus dat is wel waar. Nou, en als je dan toch, als je een beetje trendy wil zijn. Ik heb het daar gezien, dat waren de nieuwe kleuren. Hè, ik zag ook dit soort bronstinten erin terugkomen. Mm-hmm. En wat donkerdere tinten, maar ook echt het oranje. En dat gecombineerd was echt zo mooi. Dat ik dacht van, ik ga laten zien dat je gewoon hele mooie trendy, maar ook fantastische oranje bakken kan maken. Nou, ik laat me verrassen zometeen, maar jij doet dat nooit alleen, hè, Romeo? Nee, ik wil eigenlijk altijd laten zien... Kijk, heel veel mensen zeggen, ik heb geen groene vingers. Ik vind het moeilijk of ik vind het eng. En ik wil juist laten zien dat iedereen het kan. Kijk, ik zie wel dat hele hoge niveau, dat is heel moeilijk om te maken. Maar we gaan gewoon heel simpel dat kopiëren. En we maken hier gewoon een hele handige, mooie pot die je met twee linkerhanden kan maken. Dus ik dacht van, laten we gewoon... Iedereen kan het dus. Ja, iedereen kan het. En normaal is halen we iemand altijd uit publiek. En nu? Ik zag hier net twee oranje mensen staan. Het maakt het totaalplaatje wel helemaal compleet. Ik dacht, die zijn zo oranje. Zullen we vragen of we die willen? Ja, nou even kijken of ze het willen. Ton en Shelly? Hallo, jullie zijn een van de gelukkigen. Zijn ze daar? Jullie dachten, ik heb mooi gezongen, wij kunnen weg. Maar nee hoor, als Romeo in de studio is, is het altijd de grote vraag van wie... Is de gelukkige Romeo, die hem mag meehelpen. Ja, nou Romeo, ik zou zeggen, zij zijn helemaal in de oranje sfeer. Dit gaat helemaal goed komen met jullie, toch? Zeker, ja. Want ja, Romeo heeft een uitgenodig om een mooi oranje stuk te maken, hè? Ja, we hebben er al meerdere gemaakt, want het gaat goed. Jeetje, ik wou zeggen, gaat het? Maar jullie zijn al bijna klaar. Ze zijn flink fanatiek, ik weet niet. Ze zullen oranje koorts hebben, het gaat goed. Ja, ze zijn helemaal in de sfeer. Ze hebben niet voor niks tweede plaats gehaald bij Giel Beelen vanochtend. Ja, dus jongens, vertel. Nou, we hebben eigenlijk gekeken, ik heb er uitgelegd van... als je naar oranje gaat kijken van buiten, kan je het op verschillende manieren doen. Ja. En we hadden het erover van, meneer zei, ik hou van ook wel een beetje mooi, stijlvol en zo. Dus we hebben gezegd, laten we dan eens naar deze pot gaan kijken. Ik zeg maar even wat meer hier in het midden. Die is mooi rond. En ik heb hier een beetje van het zwarte een voetbalgevoel. En jij maakt ook van alles wat, hè? Nou ja, het is een beetje creatief ik nadenken. Ik hoef jou maar een thema te geven en dan denk ik, wat gaat hij daar weer mee doen? Maar... Sorry. Ja. Ja, nee, ja, 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 het is mijn hobby, mijn passie en dat wil ik graag uitdragen. Nou, dat doe je goed. we hebben hier een canna in gedaan. Dat vind ik gewoon een mooie tropische plant. Dat geeft echt een rijk, stijlvol gevoel. Daar hebben we dan een mooie bruin tint bij gepakt, die kopertint, wat ik ook in Engeland terugzag. Nou, mevrouw zei, ik vind die kallen wel heel erg mooi. Dus daar hebben we zo'n kallen erin gedaan, in die oranje tinten. Die kleur heb ik hier weer terug laten komen. Ik ga hem iets bijdraaien. In de bloem zelf. Ja. En dan een hangende plant eraf. Dan zie je dus eigenlijk dat er een hele mooie, stijlvolle oranje pot is ontstaan. Dus als je zegt, ik vind al die vlaggetjes en zo, dat is niet mijn stijl, dat vind ik net even te veel. Doe het op deze manier. Je hebt een prachtig mooie, stijlvolle pot-plantcombinatie. Als je dan zegt van, ik heb ergens aan de muur nog een plekje waarvan ik wel iets wil ophangen of zo. Nou, we hebben net ook even samen een hanging basket gemaakt. In dit geval op deze manier. Hij ziet er heel ingewikkeld uit, maar ik heb het net uitgelegd. Als je zijn planten dus half schuin erin zet, laat er overheen hangen, krijg je echt een hele mooie grote tros. En wat heel leuk is, die begonia's die erin zitten, hangbegonia's. Ja. Die beginnen weer helemaal terug te komen. We krijgen die hang naar nostalgie. Nou, en vooral dan deze erbij, dan krijg je echt een prachtige wolk. En die kan nog wat beter in de schaduw hangen. Nou, er zit een klein waterreservaatje in. Daar heb ik ze ook helemaal uitgelegd. Dus dan hoef je ze minder vaak water te geven. Helemaal top. En toen hadden we het over het mooie weer. Als het nou mooi weer wordt, buiten voetbal kijken, barbecue erbij. Dan moet je eigenlijk ook een beetje kunnen eten. Dat hebben we hier gedaan. Nou, weet je wat mij opvalt? Ik dacht, Romeo gaat inderdaad iets oranjes maken. Ik denk, dat wordt alleen maar schreeuwerige kleuren en ballen en leeuwen. Wat ziet er juist helemaal
top uit. Ja, er zit wel een leeuwtje maar tussen. Maar er zit een leeuw. Ik was net even iets te vroeg. Ik zal hem even bij de camera bijdraaien, dat ze me kunnen zien. Hij maar zit daar hier zijn tussen. Natuurlijk ook liefhebbers voor, hè, Romeo? Tuurlijk. Dit is een beetje feestelijk, met zo'n leeuwtje ertussen. Leuk, gewoon gezellig, op tafel. En alles wat we hier gebruikt hebben, is eetbaar. Dus je gaat barbecuen, alles is eetbaar. Dus ook die Afrikaantjes hier, Oost-Indische kers. Ik vind het heel erg leuk, maar ik heb nog nooit iemand een Afrikaantje zien eten. Ja, wij hebben het net gedaan. Echt waar? Alles wat erin zit, hebben we geproefd. Dat is lekker. Ja. Jullie hebben geen microfoons. Kijk eens. Hebben jullie dat echt geproefd? Wij hebben dat allemaal, wat hierin zit, hebben wij geproefd. Maar waarom zou je dat eten, Romeo? Omdat het gewoon lekker is. Weet je, we kennen de vergeten groenten. En heel veel mensen zijn vergeten hoe lekker een bloem kan zijn. Je hebt het over vergeten groenten, maar vergeten bloemen heb Vroeger aten we bloemen. Echt waar? Je bent niet alleen een... Ik zal je laten verrassen. En volgens mij, de kok kan het dadelijk ook beamen. Op dit moment zijn er steeds meer chef-koks die met bloemen gaan koken. Proef maar. Ja, heel voorzichtig. Ja. Maar dit had ik niet van jou verwacht. Een beetje naar radijsje smaakt het. De stengel is vooral heel lekker. Ja, het blad ook. Ga je nou gelijk alles laten eten? Proef deze. Maar ik moet je wel zeggen dat ik hele rare gezichten krijg. Als ik zo... Stel nou dat ik voor mijn deur sta en ik heb die mooie plant daar staan en ik zit gewoon alles op te eten. Dan denk ik dat ik een kaartje krijg naar het ziekenhuis. Nee, juist niet. Het is gezond. Maar het staat is ook, echt lekker, ja. Het staat ook echt op het etiket. Maar dan wil ik ook een Afrikaantje proeven. Ja. Kijk maar, hier op het etiket staat ook gewoon look and taste. Nou, dat heb ik echt niet geweten. Dit? Dit heeft een bittertje. Goed voor dieet ook. Ton, had jij dat ooit geweten dat je bloemen kan eten? Nee, ik niet. Dan zag ik het al lang gedaan. Maar had je ooit gedacht dat jij mooie bloemenpotten kon creëren, zo samen met Romeo? Nou, ik ben thuis ook wel altijd een beetje bezig zo creëren. Toch wel? Jawel, ik heb een hele mooie plaats met bloemen. Grote planten, kleine planten. Nou, dat is prima, net een tropische tuin. Dus je kan niet alleen zingen. Nou, mooi. Maar jij zegt het is heel erg makkelijk en dat hebben jullie nu mogen ervaren. Ja, is het ook zo makkelijk om te doen? Ja, als Romeo doet het even voor en dan geeft hij ook hele goede tips. En dan, ja, dat weten wij als leek eigenlijk nog niet. Maar nou, daar kun je zeker wat mee doen met die tips. Echt gewoon hele kleine, simpele trucjes om gewoon iets van makkelijks, iets moois neer te zetten. Ja. Het is simpel en nog lekker ook dus. Ja. Maar we zijn hier natuurlijk voor de mooie oranje creaties van jou. Nou, ik van moet ons zeggen, drieën. Van jullie drieën. Ik moet zeggen dat ik echt onder de indruk ben. Want deze stukken hebben we net al bekeken. Maar dit hebben jullie weer even snel zomaar gefixt. Wat zien we hier allemaal? Nou, wat ik ze heb uitgelegd. En ze zei van, ik vind het soms wel eens moeilijk om echt oranje in mijn huis te zetten. Maar tijdens de EK en zo vinden we het wel leuk. Maar daarna moet het ook niet meer erin zitten. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb een basis gemaakt van groen. Heb ik ook uitgelegd hoe dat werkt met Hedra. En als laatste heb ik heel even weer... Dat zijn ze weer... Een paar zijdebloemen tussen gedaan in het oranje als accent. Is het nou voorbij, haal die bloemen eruit en dan heb je gewoon weer een heel mooi groen stuk. Dus daarmee hou je eigenlijk, daar kan je er heel makkelijk mee blijven wisselen. Dan heb je er heel lang plezier van. Ja, dat is het trucje van Romeo. Om toch inderdaad wat zijdebloemen tussen de echte planten in te plaatsen. Ja. En dat moet zeggen, het ziet er ook echt ontzettend mooi uit. Maar als ik zo'n man zie, normaal zou ik kiezen. Ik denk iedereen misschien zou ervoor kiezen. Om daar echte bloemen in te stoppen. Maar jij kiest echt voor planten. Ja, ik wil altijd laten zien wat mensen zijn planten een beetje vergeten. En dat vind ik jammer. En ik wil laten zien dat planten leuk zijn, mooi zijn. En uiteindelijk, als je ze gaat vergelijken met een bos bloemen, heb ik net ook uitgelegd, heb je veel langer plezier van planten. Ja. Dus ja. Ja. Ja, het klinkt allemaal echt heel erg mooi. Hoe hebben jullie dit ervaren? Nou, ik vind het als heel leuk en heel leerzaam. We hebben heel veel geleerd. Ik tenminste. Ik ook. Ja? Want hier zag al, je wordt al heel fanatiek met de bloemen en planten. Maar heb je hier even van opgestoken? Ja, absoluut. Zou je er ook voor kiezen om inderdaad een zijdebloem tussen een... Ja, waarom niet? En zelf eigenlijk nu dan gedaan en nou, denk ik, dat is ideeën. Dat mag ik dus zeggen, sinds Romeo hier vaker komt, ben ik dat dus inderdaad gewoon waarderen. Want de zuur zit gewoon erg neer en het ziet er picobellenwoed. Romeo, maar wij hebben nog een date, hè? Ja, dat klopt. Ja, zegt Romeo heel trots, want wij gaan namelijk 12 juli gaan wij op stap samen. Ja, naar de Floriade. En iedereen kan mee, of iedereen... Nou, een klein aantal. We zijn heel selectief, want het wordt een ontzettend leuke dag. Want jij ging voor het ontbijt zorgen. Ik zorg voor het ontbijt. Nou, en dat wordt wat. Nou, en ik zorg voor een drie-gangen dineetje 's avonds. We hebben een bus. Alles wordt verzorgd. Je gaat lekker naar de Floriade. En we zorgen dat het heel gezellig wordt. En de mensen krijgen een goodiebag mee naar huis. En wij ook van TV Limburg gaan natuurlijk filmen. Heb je gehad te doen, 12 juli? Dan moeten we even naar gaan kijken. Anders kind gaan mitten. Ja. En misschien een leuke vaderdagtip. Oh ja. Is...
Niet zo slecht, hè? Leuke vaderdag. Het wordt echt heel leuk. Dinkertoes van, goh, ik wil met, doe het dan alsjeblieft snel, want we kennen inderdaad maar 50 man met www.tvl.nl voor meer informatie. En dan 12 juli wordt het gewoon helemaal gezellig. Ja. Romeo, ik was blij dat je er was. Ja, ik heb alleen nog heel even één kleinigheidje. Meneer is een gekke bloemen. Ik heb ook even een rood-wit-blauw stuk gemaakt. Die is voor meneer om mee te nemen. En mevrouw, die was zo gek van deze. Oh. Jezelf, en ik ga ervoor naar de Intertuin zelf kopen. Deze krijg je voor mij. Alsjeblieft. Dat is wel heel erg lief. Alsjeblieft.